En dan Tjalf Sparnay. Tjalf wie? Want om nou te zeggen dat iedereen bij het horen van zijn naam opveert, nee. Een grijze man loopt door de straten van New York. Een grijns op het gezicht. Als hij terugdenkt aan dit moment. In Central Park wilde Jan en Alleman met hem op de foto. Is hij hier zo bekend dan? Ja! Weten zij wie die is? Nee. Dat wil zeggen, ze zijn ervan overtuigd dat ze hier oog in oog staan met de wereldberoemde modeontwerper Ralph Lauren. Niet dus. Want het is gewoon Tjalf Sparnay uit Hilversum. Maar ze moesten eens weten. Want zo hadden ze hem ook in Manhattan bezig kunnen zien. Alles fotograferend waar zijn oog op valt. Ze hadden hem tussen de bedrijven door kunnen zien stretchen en joggen. Want dat is Tjalf's enige andere activiteit op dit soort dagen. Waarop hij soms uren achtereen maar blijft fotograferen. Van alles en nog wat. Tot een weggegooid cola blikje aan toe. Maar dan komt het. Die foto leidt uiteindelijk tot dit door hem gemaakte schilderij. En toch kent u hoogstwaarschijnlijk één van zijn schilderijen, want deze kreeft staat op de cover van het boek Het Diner van Herman Koch, inmiddels een internationale bestseller. In Amerika lopen ze weg met het werk van Sparnay. Zijn dol op zijn superrealistische manier van schilderen. Hyperrealism heet het daar. Tienduizenden dollars zijn ze bereid neer te leggen voor een zo gedetailleerd op het doek gezette hamburger. Een gebakje. Of wat dacht u van dit spiegelei? Een lust voor het oog. De olieverfschilderijen van allerlei etenswaren. Je zou ze zo willen opeten. Outstanding and incredible, dat zijn de superlatieven die de critici gebruiken. Werkelijk overal ter wereld vind je enthousiaste liefhebbers van Sparnay's kunst. Maar ook dit grote doek van de Amsterdamse munt is van zijn hand. En bij minister Plasterk hing op zijn ministerie een heel ander type werk van Sparnay, de vaatwasser. Plasterk is groot fan. Het is een schilderij van een vaatwasser met spullen erin. En dan zie je inderdaad ten eerste dat het dus niet helemaal schoon is. Dus dat nou ja, of het nou bederf is, maar dat het is geloof ik wel gewassen. Maar er zitten toch wat plekjes dat niet helemaal schoon is geraakt. Er zit een knipoog in naar Mondriaan, want je ziet die horizontale en verticale lijnen. En dan de drie primaire kleuren zie je in de dingen die erin staan. Dus ook daarin is het Hollands. En er zit ook nog eens een zinken goot omheen, waardoor het een soort Hollandse dakgoot wordt. Dus het is op de een of andere manier een heel Hollands ding. En die heeft op mijn kamer gehangen toen ik minister was. En inmiddels heb ik een kopie daarvan bij mij thuis in de huiskamer hangen. Dus daar kijk ik elke dag naar. Tjalf Sparnay, 58 jaar geleden geboren in Haarlem. Was muzikaal. Studeerde even aan de VU, werd gymleraar. Maar uiteindelijk ging zijn hart uit naar tekenen en schilderen. Met of zonder baard, je ziet hem altijd lachen. Of hij nou naast zijn werk staat, of hij ermee aan de wandel is, of hij nou met zijn vrouw Hester in Amerika is, of bezoek krijgt van de Plasterkjes, of hij nou poseert bij twee gebakken eieren, of voor zijn doeken ligt, altijd is er die lach. Tjalf. Ivo. Er klopt een heleboel niet. Ah, leuk je staat op elke foto lachend. Of je nou naast je schilderij staat, tussen je schilderij, of je ervoor ligt. Ja. Of je nou met de Plasterkjes zit te kijken. Ja. Kunstenaars, zei Bomans altijd, moeten lijden. Ja. Maar je bent altijd vrolijk. Ja, ik ben ook altijd vrolijk. Ja. En waarom niet? Ik bedoel, het is een mooi leven. Ja. Ik kan schilderen wat ik wil, vrolijke dingen maken. Dus waarom zou ik treurig hangen? Nee, dat is niks voor mij. Maar goed, het is anders dan de trend, zullen we zeggen. Ja. Je moet een beetje getormenteerd zijn. Hè? Ja, als je in Nederland, als je beroemd wil zijn als kunstenaar, moet je minstens een slechte opvoeding hebben. Nou, daar begint het mee. Nou, het tweede wat eigenlijk niet klopt in het algemene beeld is, je zegt ik ben kunstenaar en zakenman. Ja. Dat mag al helemaal niet. Nee. Ja. Ik kan me geen leukere combinatie voorstellen. Nee. Het is een uitdaging om met dit vak geld te verdienen. Dus je wil wel maken, maar je wil ook dat het verkocht wordt. Ja, ik wil niet op mijn zolderkamertje zitten, nee. En het derde wat natuurlijk not done is, dat ze in Amerika zelfs een vergelijking maken met zeg maar, de realistische manier van schilderen van jou en Vermeer.
Tjalf, alle critici springen uit bed nu. Ja. Dit kan helemaal niet. Nee, ik ben er hartstikke trots op. Dat is heel mooi. Ja. Ik voel me wel geïnspireerd door het licht van Vermeer en de gewone dingen die hij schildert. Dus, maar ja, de andere opmerkingen die ik verder krijg, die zijn voor rekening van andere mensen. Dus. Ja. En, nou ja, dan hebben we het helemaal gehad, wat eigenlijk niet klopt met het beeld van geaccepteerd kunstenaar. Zeer figuratief. Ik bedoel, ja. Figuratiever dan wat jij doet, bestaat niet. Nou, dat is een mooi compliment, want dat is wel mijn bedoeling. Ja. Dat je het zo dicht op de werkelijkheid schildert, dat je zoiets kan concluderen. Ja. Ja. Maar hoe werk je? Je maakt foto's overal. Hè? Ik herinner me dat je ooit, dat is eigenlijk wel een cruciaal moment in je werkzaam leven, een cola blikje in New York op de grond zag liggen. Ja, maar het cola blikje is een leven op zich geworden. Ja, is een leven op zich geworden. Ik heb dat blikje gewoon, ja, dat liep ik tegenhand. Dat is waanzinnig. Een plat blikje en zo'n gebruikt icoon wat weg wordt gegooid en wat vervolgens een eigen leven gaat leiden. Dat wilde ik uitvergroten en mooi plat op een doek zetten als een ouderwets trompe-l'oeil. En nou ja, dat zijn de reacties. Wel, ja. Ja, maar het begint eigenlijk met een foto dan. Ja. Maar je wil die foto niet letterlijk reproduceren. Nee, want kijk, dan kan ik je foto beter printen. Dat gaat een stuk makkelijker. Ja. Ik doe hele sessies met foto's, verschillende foto's. En ik pluk van elke foto een leuk stukje. En daar maak ik een nieuw beeld van. Een beeld wat dus eigenlijk nooit bestaan heeft. Net zoals met de patat. Heeft nooit bestaan. Zo. Ik creëer iets nieuws. Creëren is dan een zwaar woord, maar je maakt gewoon iets nieuws. Dus foto's zijn goed, maar ze zijn eigenlijk een soort landkaart op weg naar die ene late ultieme voorstelling. I love Coke. I'm an American, so it is my civic duty to love Coca-Cola. It's kind of got like a 50s flair to it, but it's still very contemporary. Makes me think about all the stuff that we throw away. I would put it on my wall. Makes me want to drink Coke. It kind of reminds me of like a pop art thing, but. Nou ja, dan komen we meteen op waar het om gaat. Het is natuurlijk onwaarschijnlijk gedetailleerd, hè? Het moet super echt zijn, ook de imperfectie. Ja, maar dit is echter dan de werkelijkheid. Ja. Ik bedoel, zo heb ik nog nooit een bakje friet gezien. Dat is mijn bedoeling om het, of, nou ja, tussen de foto en de werkelijkheid in te plaatsen. En dan al schilderend, dan krijgt het ook nog een ziel mee. Ja. Dit is friet met ziel. Ja, friet met ziel, ja. Ja. Maar dit impliceert dat je iets hebt met eten. Want je schildert zoveel eten. Hè, van spiegeleieren tot broodjes. Hè. Nou, kijk, wat we hier nu weer zien, dat is waarschijnlijk een ding waar je nog aan bezig bent. Klopt. Een vrij rommelig broodje. Ik ben sowieso van de vereniging tegen luxe broodjes. Ja. Ik vind eigenlijk gewoon een broodje kaas of ham. Hè, dat illustreert dit eigenlijk wel weer. Dit zou wel het deficit van het luxe broodje mogen zijn. Ja. Het is, zo kom je, als je het hebt gehaald en je maakt dat zakje open, dan is die rommel, die komt er zo uit. En dan baal je weer dat het niet netjes tussen het broodje zit. Het moet een zootje zijn. En, een zootje gezond. Ja. Maar Tjalf, daar hebben we dat gebakken ei bijvoorbeeld. Wat inspireert jou aan eten? Het gaat me niet zozeer om het eten op zich, als wel dat het beeld van eten door iedereen herkend wordt. Ja. Als ik iets wil vertellen, en dat is dan misschien die imperfectie of het verval of de schoonheid van het gewone, dan kan ik dat beeld zoals eten het beste gebruiken, omdat iedereen dat kent. Alleen niet zo als ik het schilder. Ik wil het nog veel dichterbij brengen en de mensen opnieuw naar iets laten kijken. En dat kan bij eten fantastisch. Ja. Ben je beter geworden? Ja, absoluut. Nog steeds? Dus het streven ook wel om bij elk schilderij, want ik heb nog wel meer gebakken eieren geschilderd, maar elke keer moet het ei beter. Je moet het steeds weer opnieuw. Ze zijn ook nooit hetzelfde natuurlijk. Nee. Kan u ook zonder dooier of met doorgeprikte dooier? Of ja, het kan, alles kan. Sunny side up, kan allemaal. Ja, het kan allemaal, maar ik kan het krijgen zoals je het wil. In Amerika en Canada exposeert hij in de meest prestigieuze galleries. Hij was muzikaal. Studeerde even aan de VU, werd gymleraar. Maar uiteindelijk ging zijn hart uit naar tekenen en schilderen. Alles heeft hij zichzelf geleerd door wat hij in boeken zag direct uit te proberen. Je exposeert in Londen, in Canada, in Amerika. Amerikanen zijn gek van je werk. Ja, ja. Heb je daar een verklaring voor? Misschien. Ze hebben zelf wel een realistische traditie natuurlijk. Een hyperrealistische traditie. Iets wat in de jaren 60, 70 ontstaan is in New York. Maar ik schijn er iets Europees aan toe te voegen. En daarom zijn Amerikanen zo gek op. En weet je wat het is, dat Europese?
Ja, dat is misschien de ziel die ze zelf, wat historie betreft, nog niet hebben. Missen. Nee, maar goed, dan neem je je friet met mee naar Amerika. Ja. Hè? Nou, dat kennen ze dan nog wel. Maar ik las ook dat je één ding dan niet meenam, kroket uit de muur. Want dat zouden ze niet begrijpen. Nee, dat begrijpen ze niet en dat wordt ook niet verkocht. Nee. Dus ik wel gek eentje zijn als ik dat meeneem. Dus je verdiep je ook wel een beetje in de ziel van Amerika. Ja. En in Amerika weten ze precies wat hun zo bevalt aan Sparnaes werk. There's no hidden meaning behind paintings like this. Sometimes the meaning of a painting simply is, here is this thing that I saw and I thought it was wonderful and I thought that people generally ignore it, so I have to show it to you. That looks delicious, I'll eat it. But when you paint it, you really force the viewer to take a step back and say, oh, look at that. Isn't that interesting? But Jalf, in painting these objects, is actually asking the viewer to say to themselves, oh, look at this thing. This is a very interesting thing. This is not something that I expected to see. It's something that I'm familiar with, but I've never seen it before in this context. Isn't that wonderful? And for us, it's just that simple. When we look at an artist's work, the only thing that matters to us is, do we like this thing? Is this a painting we want to show? Not what is the meaning behind it, not what was the artist trying to convey, but do we like it? Do we want to show it? Do we want to see it every day when we come in to work? Do we want to see this painting? Zijn inspiratie haalt hij werkelijk overal vandaan. Heeft hij ooit in een ver verleden van zijn vader een wagentje gekregen met knikkers? Dan is dit jaren later het resultaat. Een zelfportret van Rembrandt of het melkmeisje van Vermeer. Sparnaes ziet hoe die als reproducties verpakt in plastic verkocht worden. En dat leidt dan tot dit. Dan ga je gezichten schilderen, uiteindelijk ook. En dan kom je, behalve met een soort zelfportret van Rembrandt in cellofaan en het meisje van Vermeer in cellofaan. Ja. Je moet maar durven, roep ik dan. Nou, dat is een proeven van bekwaamheid, hoor, die jezelf vrijwillig oplegt. Hoe wordt daarop gereageerd? Ja, heel goed. Heel goed. Er zijn zelfs Amerikanen die het hele schilderij niet kennen, maar die kennen alleen mijn versie met het prijsje. En op zich wel ergens dat het wel kopen, ja. Ja. Nee, goed, en dan, als je dan toch een hoofd gaat schilderen, dan krijgen we Barbie. Ja, dan krijgen we Barbie. Is dit dan voor jou de perfecte vrouw? Ja, absoluut. Ja? Nee, maar serieus, nee, wat wil je hiermee? Ik vind het vreselijk. Wat ik hiermee wil, is gewoon de zieloze gedommigheid van dit blondje die daar zo helemaal op je afkomt. Die wil ik vastleggen. En daarom heb ik er ook op geblazen dat ze dus weer man-sized is, om dat effect sterker te maken. Ja. Het is toch een wonderlijk verhaal, want het is eigenlijk allemaal begonnen met ansichtkaarten. Ja. He, ik herinner me een paar ansichtkaarten die ik heel erg prachtig vond. De brievenbus. Ja. He, als je het nou hebt over een realistische brievenbus, dat was hem in die tijd. Er is er nog één die ik heel erg mooi vind. De boterham met hagelslag. Oh, ja. Zat echt al in jouw lijn. Ja. Maar ja, Jalf, dan stel je me weer teleur, want dan kom je ook met een soort sneeuwpop of een stuk groente op een verkeerde plek. Ja, vieze sneeuwman. Ja, ik vond het toch leuk. Oh, je vond het wel leuk. Dat was ook de bedoeling. Het was absoluut de bedoeling. Ja. Nee, ik heb toen in die tijd heel veel van die dingen gemaakt, ansichtkaarten, om gewoon om geld te verdienen. Nog een op zijn minst gedurfde inspiratiebron. Het meisje met de parel van Vermeer. Ook weer verpakt in cellofaan. Op deze manier wordt ze verkocht in het museum. Hè, met zo'n prijsje erop, plastic. En het zit er een beetje slordig omheen. En daardoor krijgt ze ineens iets eigentijds. Maar ze krijgt ook een beetje iets hoerigs. Want ze kijkt zo over de schouder naar je toe. En zo achter dat raam zit ze eigenlijk. Ontzettend fijn om te weten dat het voor €2,95 bij jou te koop is. Kom maar langs. Ja, het is al heel apart. Nou hebben de mensen op het moment dat dit uitgezonden wordt al gegeten. Maar je krijgt wel bijna weer trek als je dit ziet. Het verbaast me toch, hè, dat je juist dit als onderwerp kiest steeds. Verbaas je dat zelf ook niet? Ja, maar ik wil iets schilderen wat nog nooit geschilderd is. En het is voor mensen om te zien. Is het een aha-erlevenis? Want dat hebben ze nog nooit gezien op die manier. Zeker niet zo close. Hoe lang werk je hier aan? Maanden. Dit was een drama. Ja? En waarom was dit een drama? Nou, kijk, de eerste aardappel... Het smaakte niet meer. Het smaakt absoluut niet meer. Maar aardappel 2 en 3, dat is niet spannend meer. Dan moet je gewoon buffelen en... Maar dat is ook helemaal niet erg, dat hoort bij mijn vak. Nee. In welk opzicht blijft het cola-blikje een, zeg maar, monumentaal moment in je loopbaan? Of overschat ik dat dan? Nou, misschien overschat je het wel een beetje. Maar het is wel een
je ziet hier duidelijk dat een objet trouvé iets heel spannends kan zijn. Een gevonden object. Een gevonden object. Ja, scheelt kosten voor de vertaalafdeling. Ja. En dat je daarmee dus een verhaal kan vertellen wat voor iedereen die het kent, en iedereen kent dit, aansprekelijk is. Het is duidelijk, wonderlijk genoeg heeft Charles Sparnay in het buitenland een grotere naam dan bij ons. Heb je genoeg succes, vind je? Nee. Nee, ik vind dat ik in Nederland wel meer succes mag hebben. Nee, maar in het buitenland ben je wel. In het buitenland is het fantastisch. Je bent bijna bekender in het buitenland, is mij opgevallen op een aantal plekken dan raar hier. Raar genoeg wel, ja. Ja. Is er genoeg waardering hier? Ja, er is genoeg waardering. Ik heb een grote klantenkring die regelmatig koopt. En dat vind ik fantastisch. Ja, het vakmanschap staat natuurlijk buiten kijf. Want als je zo figuratief schildert, kan niemand meer zeggen het is een charlatan. Nee. Ja? Dit is echt vakwerk allemaal. Ja. Zijn ouders hadden zo hun dromen over de toekomst van hun oudste zoon. Maar toen eenmaal bleek dat hij dat geweldige tekentalent had, hadden ze er meer dan vrede mee. Ja, die waren hartstikke trots. Ja, ja, onze zoon kan goed tekenen en zo, maar ga toch maar een vak leren, want dat wordt niks anders. Je komt natuurlijk uit een milieu waar kunstacademie of überhaupt zo'n toekomst kiezen gewoon totaal niet ter sprake zou zijn gekomen, hè? Nee. Dat was niet, ik was niet voorbestemd om kunstenaar te worden, absoluut. En dan lees ik dat je op je 12e eigenlijk dacht, ik wil dit, zoals je zelf wel ooit omschreef, relatief klein burgerlijke milieu ontstijgen. Ja. Kan je terughalen wat dat bij een jongetje is dat hij dat wil? Ik wou bijzonder zijn. Ik wou uitblinken. Eerzuchtig ben ik. En dat voelde ik. Ik wou anders zijn dan de mensen om me heen. En niet om me af te zetten, maar gewoon om... Dat was niet mijn toekomst. Je wilde iets betekenen? Ik wilde iets betekenen. Ja, meer dan je ouders konden waarschijnlijk in die tijd. Ja, mijn ouders betekenden genoeg op hun manier. Maar ik wou mijn vleugels uitslaan, ja. Nou, dan waren er, als ik goed begrepen heb, 3 mogelijkheden. Pianist worden, hè? Professor of kunstenaar. Pianist. Nou, dat ben ik, maar niet professioneel. Ik bedoel, ik verdien er mijn geld niet mee, maar ik speel aardig. Ja. Ja. Nou, professor, je ging wel even aan de VU studeren. Ja, daar heb ik toch echt te dom voor. Dat wordt niks. Had je ook weer snel gezien? Ja, heel snel. Ja, dus dan blijft het inderdaad alleen maar over. Ja, ja, ik wou me ergens mee onderscheiden. Het verhaal gaat dat toen je je eigen galerie nog had, dat je ook wel eens aan de overkant van de straat ging zitten om te kijken hoe mensen op je werk reageerden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dat en wat ontdekte je dan? Nou, ik ontdekte verbazing, ontdekte blijheid en ontdekte... Ik heb wel eens iemand gevraagd van, waarom loopt u hier naar binnen in de galerie? Vindt u het mooi? Nee, zei hij, ik vind het geen zak aan. Ik zei, nou, maar vertel me dan in elk geval waarom. Ja, en kon hij dat? Ja, dat kon hij wel, ja. Ja. Hij hield niet van fotorealisme. Maar altijd vrolijk is het niet, hè? Bijvoorbeeld de fiets in de hoek die ik daar zie. Die straalt toch ook wel een soort eenzaamheid en verlatenheid uit? Ja, die heb ik gemaakt toen ik 2 jaar in Drenthe woonde. Was ik even weg uit Amsterdam, zien sla je de spijker op zijn kop. Oh, dus die invloed heeft dat? Ja. Ja. Toch wel, ja. En nu woon je hier omdat je vrouw ook naar Hilversum wilde? Ja, absoluut. Je hebt dus eigenlijk te weinig te vertellen thuis. Klopt. Wat vindt zij van je werk? Ze staat er als idolaat op een gezonde manier van mijn werk, ja. Nou, laat het maar swingen dan, Tjalf. Tot slot. Vanaf nu is hij ook hier geen onbekende meer. En terecht. Multitalent Tjalf Sparnay.